Goedemorgen vrienden van Siroop. Racy Tire heeft mij gevraagd om wat meer aandacht te vestigen op checkjebanden.be. En ik kan dat nu heel simpel doen, zoals bijvoorbeeld zeggen dat je bandenspanning checken heel goed is voor de natuur, voor benzine te besparen, voor je eigen veiligheid. Maar ja, dat is ook maar saai, hè. Of ik kan zelf een leuke manier bedenken waardoor dat je af en toe eens aan je bandenspanning denkt. Zoals een stuntrijden. Dit is de stuntlocatie van de dag. Hey mannen, willen jullie mij helpen met een zotte stunt? Tuurlijk. Alright, dat ging makkelijk. Ik wil de bandenspanning meten terwijl dat we aan het rijden zijn. Moet dat lukken? Ja, ik weet dat wel. Denk je? Dit is de chauffeur van de stuntcar. Hij heeft een voorlopig rijbewijs al, dat is heel goed. Kijk, nu vertrouw ik hem volledig. Een L verdiende niet zomaar hoor. Wow. Ik vertrouw gewoon die ramp al niet. Zie hoe los dat die staat. Oh. Soms zit hij toch op het randje van kantelen hoor. Dat vind ik toch griezelig. Het is zover jongens, we gaan de bandenspanning checken. Oh, zijn we. Check je bandenspanning, zeiden ze. Waarom moest ik weer speciaal doen? Wist de mannen, als je bandenspanning checkt, dat je meer grip hebt op de baan? Allee, hier hebben we nu wel minder grip. Oh, amai. Oh, wat een ervaring. Amai, ik heb mijn buikspieren in lange tijd al niet meer zo opgespannen eigenlijk. Jongens en meisjes, doe deze stunt vooral niet thuis. Check je bandenspanning op een normale, gezonde manier. En doe niet zo zot als deze mannen hier. Amai. Oh my.